En de Pater Albrink Stichting PAS bestaat vandaag precies 50 jaar. De stichting werd op 28 maart 1968 opgericht door Pater Joop Kallies. Het doel was om de inheemse en Maron gemeenschappen in Suriname te ondersteunen in hun ontwikkeling. De PAS heeft veel projecten en trainingen uitgevoerd om de levensomstandigheden van de binnenlandbewoners te verbeteren. Onder andere is de landbouwontwikkeling ter hand genomen en is de communicatie verbeterd middels een radionetwerk. Tijdens de viering van het 50-jarig bestaan van de stichting heeft Pater Esteban Cross zijn zegen uitgesproken. Hemelse Vader, wij danken u voor alle genade in deze 50 jaar van de PAS. 50 jaar inzet, 50 jaar toewijding aan de mensen van het binnenland. 50 jaar onderlinge liefde, respect, samenwerking, samenplanning. 50 jaar van het evangelie omzetten in daden. Zegen de PAS, Heer. En blijf de wijsheid, de kracht van de Heilige Geest uitstorten over de PAS. Dat zich ook in de jaren die voor ons liggen mag stralen als een instelling van liefde, van goedheid. Dat de PAS onder uw genade mag blijven bloeien. Als het verlosterd staat, dat het uitgegroeid is tot een boom rust brengt, inspiratie en schaduw. We bidden u door uw Zoon Jezus Christus de Heer, die met u leeft in alle eeuwen der eeuwen. Amen. Pater Esteban Cross die de zegen uitsprak bij de viering van 50 jaar Pater Albrink Stichting. De viering vond plaats in de Alphonsuskerk.